scholen in Mungo ontbreken voldoende en goed meubilair. Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest zegt aan onze nieuwsdienst dat de leerlingen van Mungo hierdoor in oktober geen goede start van het nieuwe schooljaar hebben gehad. De burgermoeder gelooft dat bij leerlingen die geen goede start kunnen maken aan het begin van het schooljaar sneller sprake is van demotivatie. Als ze geen goede stoelen hebben waarop ze moeten zitten en geen behoorlijke goed uitziende tafels waaraan ze kunnen zitten om onderwijs te kunnen genieten. Dat is al een verkeerde start. Ja. En, is het onderwijs en, voor dit schooljaar op tijd begonnen in uw bestuursresort? Jawel, het is op tijd begonnen. Ik heb begrepen in de vergaande, in het verre binnenland, dat je daar scholen hebt die nu op dit moment nog niet gestart zijn. En dat is ook een zeer kwalijke zaak. Domini benadrukt dat de hiaten binnen het onderwijs gebeuren zo snel mogelijk weggewerkt moeten worden. Dit is volgens haar nodig, zodat de ontwikkeling van het land niet gestagneerd wordt. Wij zijn allemaal Surinamers. Waar je je dan ook bevindt van het land, je bent Surinamer en je hoopt dat zaken goed verlopen in het land, in het geheel land. Want alleen op zo'n manier kunnen we het land opbouwen. De burgermoeder doet een beroep op de regering om te zorgen voor het nodige meubilair op de verschillende scholen en dat vooral de zaken van de onderwijzers in orde worden gebracht. Onderwijsgevenden moeten namelijk door kunnen gaan met het ontwikkelen van het volk van morgen.